Ja, Roy Kortsmit, ja, ik zeg het al gekscherend. Penalty killer, voel je jezelf ook een penalty killer? Ja, ja, ik voel me niet zo, alleen de cijfers liegen niet, denk ik. Ja, ik sprak zojuist Sanusi, die zegt al, ja, als het dan een penalty is, dan hebben we zoiets, nou, die hoeft er echt niet in. En dat gebeurde tot 2 keer toe. Ja, alleen dan moeten we niet zomaar penalties gaan weggeven van Roy pakt hem wel even, want ja, dat zal niet het geval zijn, denk ik. Hoe heb je het ervaren? Eerst de inzet van Weghorst, die keer je en dan zegt scheidsrechter Mulder opnieuw nemen. Wat gebeurde er? Ik was nog een beetje aan het vieren en ik stond al eigenlijk klaar voor de corner. En toen zag ik de scheids met zijn handen naar de penalty stip wijzen. En de grens met zijn vlag omhoog, dus ik wist wel snel dat er iets aan de hand was. En ja, toen ging ik verhaal halen en toen zei hij dat ik te snel van mijn lijn af kwam. De tweede keer je ook en volgens mij doe je overigens hetzelfde. Had hij misschien wel nog opnieuw kunnen nemen? Dat hoorde ik net ook van een andere interviewer, dat ik gewoon precies hetzelfde deed. Dus. Maar bij die eerste ook, nou ja, goed. Dat doe ik altijd bij een penalty. Als keeper zijn, dan maak je altijd een heel klein stapje naar voren. En volgens mij was dat niet overdreven vroeg. Dus ik vond het een beetje raar. Wel knap dat je ze allebei pakt. Wist je dat hij de tweede keer die hoek zeker niet zou pakken? Die hoek links naast je? Zijn favoriete hoek is rechts van mij, waar ik de tweede pak. Dus ja, als je een beetje logisch nadenkt. Als je de eerste mist, krijg je iets meer zenuwen, denk ik. Dan neig je vaak naar je favoriete dingen. Dus ik denk, een beetje logisch nadenken. Nou, uiteindelijk denk je dan is hij de slimiel, ben jij de held. Maar uiteindelijk scoort hij 2 keer en zijn de rollen eigenlijk omgedraaid. Ja, dat compliment heb ik hem ook gemaakt. Als je als spits zijnde 2 keer een penalty mist, dat doet wat met je. En ja, aan het eind is 0-2 en staat hij 2 keer op het scorebord. Dus dat is wel heel knap. Tweede helft hebben jullie schroom van jullie afgegooid. Hebben jullie ook nog wat kansen gecreëerd, met name in de slotfase. Maar met name die eerste helft. Lag dat nou echt aan de kwaliteiten van AZ of speelden jullie gewoon niet goed? Dat zij eigenlijk heel makkelijk doorheen sneden en eigenlijk ook dik en dik verdiend toch op 2-0 kwamen. Ik denk dat het een combinatie van beide is. Zij hebben heel snel de bal laten gaan. Wij wouden het compact houden. En we stonden een aantal keer wel laag, alleen dan niet compact genoeg. En dan zie je dat hun er gewoon de kwaliteit hebben om daar doorheen te voetballen. En dat hebben ze wel heel goed gedaan, vind ik. Toch in die tweede helft, denk je, als die aansluitingstreffer valt, kan het nog wat worden. Maar goed, hij viel niet. Had je dat ook van als het 1-2 wordt, dan kan het nog? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het publiek die heeft heel de wedstrijd achter ons gestaan. Ook complimenten daarvoor. En ik had ook het gevoel, als we nou die aansluiting treffen maken, ja, dan kan er wat gaan gebeuren. Dan kan je wat vrije trappen gaan forceren nog misschien. Kan ik mee naar voren. Ja, noem maar op. Dus dan kan er altijd wat gebeuren. Alleen, hij viel niet in, dus helaas. Komende dinsdag bekerwedstrijd, RKC. Wordt het strafschoppen? Ja, ik zou het prima vinden, maar laten we maar gewoon 0-3 winnen.